Welkom bij Hoe Hond Het Eigenlijk. Samen met onze dierenarts Peter Bracht en een gast kijken wij in de parken van Leidschendam hoe fijn het is voor onze honden om er rond te lopen. Deze keer zijn we in Park Schakenbos op de grens van Noord-Leidschendam. Welkom weer bij een stralende editie van Hoe Hond Het Eigenlijk. Vandaag vanuit het Schakenbos, uit een heel groot ijsgestrekt park, wat heel geschikt is voor honden, om honden uit te laten. En we hebben bij ons familie van Boksel, Marlies, met haar dochter Zoe en kleindochter Ivy. En de hondjes Rico, Rijntje, die kleine daar. En Zip. En Zip, die staat achter je. Het is wel een fijn plekje waar ze makkelijk erin en eruit kunnen. Ja. Ik hoor net van Marlies dat hier best wel veel teken zitten. Ja. Dat de honden vaak met teken thuiskomen hier vandaan. En ik wil even benadrukken dat je tekenweren, het gebruik van antitekenmiddelen, dat je dat ook doet, niet alleen voor je hond, om je hond te beschermen. Maar dan nog belangrijker is dat je het ook voor jezelf doet. Want de ene teken die er zit, die gaat er vanzelf wel een keer uit. Er gebeurt niks. En ik heb nog nooit in de praktijk een hond met lijm gezien. Dat komt sowieso heel weinig voor. Maar je doet het eigenlijk, het gebruiken van de middelen, voor de teken die je niet ziet. Die door de vacht van de hond kruipen en als de hond bij op de bank ligt of bij in bed ligt, de volgende dag een plekje hebben gevonden in je navel of in je lies. Dus het bestrijden van vlooien en teken doe je niet alleen voor de gezondheid van je dier, maar ook voor de gezondheid van jezelf. En Marlies, wat is jouw oordeel over deze plek hier? Als je de cijfers zou geven in vergelijking met alle andere plekken die je kent? Ik vind dit echt een hele mooie plek. Heel rustig, heel relaxed voor die honden. Ze kunnen sniffen, snuiven. Ja. En Evert heeft mooie plaatjes kunnen schieten hier van de natuur. Ja, eigenlijk zijn we heel erg tevreden. Ja, ik zou wat denk je van een 10? Ja, mee eens. Ja. Ja. En bedankt voor het meelopen. Ja. Nou ja, jullie bedankt voor het meelopen. Ja. Toch? Ik loop hier dagelijks. En u bedankt voor het kijken.